Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Ik ben Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik open de video even op mijn telefoon, want ik ben mijn camera vergeten en hij moest nog even in de oplader, dus dat was een beetje stom. Maar het is vandaag maandag en ik zit in de auto, want ik ga zo meteen naar school toe. Het is namelijk 9:10 en ik moet tot 11:00 naar school. Dus ik heb 2 uurtjes les. En ja, als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet en even abonneert op mijn kanaal. En dan ga ik nu naar school toe. En dan zien jullie mij na school weer. Oké, ik ben terug van school. Ik moest maar 2 uurtjes naar school. Ik heb ook al wat gegeten. En nu ben ik de hele dag thuis. Ik wilde eerst gaan sporten. Alleen ik heb zoveel spierpijn. Ik ging eergisteren samen met Am sporten. En daar heb ik ook spierpijn van. En die dag daarvoor ook. Dus ja. Ik moet nog een paar dingen doen. Ik moet nog een vlog editen. Ik moet nog even mailtjes beantwoorden. En mijn kamer opruimen. Want het is echt een super erge bende. Maar ik wil eigenlijk eerst een vlog editen. Maar ik denk dat ik beter eerst mijn kamer kan doen. Want anders heb ik er zo meteen geen zin meer in. En dan moet ik vanavond om 5:00 werken. Dus ik ga nu eerst mijn kamer opruimen. Oh ja, ik had vorige week een broek besteld bij Lola Loiza of zo. Hoe spreek je het uit? Even kijken hoe het nou heette. Ja, Lola Lisa heet het. En daar had ik een broek besteld. Ik had daar nog nooit besteld. En die broek kwam binnen en er zat aan de bovenkant zat echt zo'n gat. En het prijskaartje en zo zat er wel gewoon aan. En het was wel gewoon netjes geleverd en ook op tijd. Alleen er zat echt zo'n gat in. Dus ja, ik dacht, wat is dit? Dus ik had een mail gestuurd, ik krijg gewoon geen reactie. Ik bel naar toe, geen reactie. Echt zo slecht. Ik kan er zo slecht tegen, want ik haat het sowieso om kleren terug te sturen. En dan zit er ook nog eens een mega groot gat in. Dus nooit daar bestellen. Misschien hebben andere mensen wel een goede ervaring. Laat het dan weten. Maar dit was echt niet chill. Oké, ik heb echt alles. Maar dan heb ik echt alles opgeruimd. Dus ik ga nu lekker mijn vlog editen in bed. En dan hoef ik pas om 5:00 te werken. Dus ja. Saaie dag. Oké, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik heb vanochtend al een uur gewerkt en ik moet nu naar school. Het is namelijk 9:30 en ik moet om 10:00 op school zijn. Dus ik ga nu naar school toe, waar ik echt geen zin in heb, maar ja, het moet. En ik zal zo meteen even verder filmen als ik daar ben. Want anders kan ik me natuurlijk niet echt concentreren op de weg, dus dat lijkt me niet handig. Dus ik ga er even naartoe rijden en dan vertel ik zo even wat ik nou precies allemaal op school moet doen. Want ik kreeg er toch nog wel wat vragen over. Ik ben bij school. Kunnen jullie mij nu goed zien? Ja, volgens mij wel. Nou, ik ga even vertellen. Want ik zit dus op het Luzak en ik hoef dus alleen mijn Engels te halen. En ik heb 15 mei heb ik examen. Dat is over 28 dagen volgens mij. We zijn nu bezig met examentrainingen. Dus ik heb zo'n soort canvas tas en daar zit een examenbundel in. En ik heb dus alleen op maandag en dinsdag eventjes les. Niet super lang. En dan kan ik dus werken aan mijn Engels. En voor de rest ben ik dus alleen maar bezig met werken en dingen doen die ik echt leuk vind om te doen. Uitgaan met vriendinnen en zo. Dus dat is een beetje wat ik nu doe. En ik moet dus nu naar school. En ja, dan heb je gewoon studieuren, maar je hebt ook planuren, bijlesuren, examentrainingen. Dat is een beetje wat ik aan het doen ben. Maar ik ga nu naar binnen toe. Want anders kom ik ook nog te laat. Zet je aan? Moet ik trekken? Hoi! Hoi allemaal! Het is even. We hebben pauze. Oh, waarom gaat het? Waarom moet je geen groen? We hebben heel veel in de Mac en Floor. Heeft daar ook iemand op de klas? Waarom geen groen? Ik ging net met kinderen uit mijn klas Mac halen. Alleen mijn camera was vol. Dus dat heb ik niet meer kunnen filmen. Dus ik ben nu weer thuis. En ik heb even iets van mijn camera afgehaald. En ik ga nu met Am naar de sportschool. En het is heel lekker weer, maar mijn broertje heeft mijn fiets. Dus ik kan niet met de fiets naar de sportschool. Maar ik wilde toch liever met de auto. Dus ik ga nu samen even met Am sporten. Waar ik super veel zin in heb, want we zijn best wel goed bezig. Dus daar ben ik ook heel erg trots op. Dus ik ga nu naar de sportschool. Ik ben met Am in de sportschool. Yay! Zo zin.
Ik vul alvast even mijn flesje water. En ik ben weer een pasje vergeten van de sportschool. Gelukkig gebeurt dit niet elke keer. Oh joh, mijn arm. Nou jongens, dit is Janette haar favoriete onderdeel. Het gaat helemaal fout. Maar nou, nu gaat het goed. Oh ja, ik zie mezelf in de spiegel. Nee, nee, het ziet er goed uit, Janette. Het ziet er heel goed uit. Steeds strong. Auw, ik zit goed. Nog eentje? Nog vijf. Oh. Met Janette in de auto. Want wat gaan we doen? Even wat drinken in de stad. Ja. Janette staat er wel een flitser. Waar? Ja, okay, altijd op deze weg. Zal ik hier naar rechts gaan? Rechts. Maar we zijn even in de stad. Ik had net gesport met Anne. Dat is het laatste wat je weet. Oh, fuck. Ik heb mijn spel. Oh, jongen. Oké, okay, dus achter ons kijken zo erg. Oh, dat mag niet. Dat mag wel, hierin mag het wel. Ja, oké, okay. Als je stilstaat mag het sowieso. Nee, het mag sowieso daar. Ik ben wel bruiner, hè, of niet? Ik heb geen idee. Oh, thanks. Ik ben met mijn schat in de stad. En wij gaan drankjes doen. Schat, nee, drankje met mijn schatje. Oh, ik dacht dat rijmde. Het indelen, want ik vind het ziek irritant hoe dat altijd staat. Ik kan niet tegen. Dat is goed, schat. Deze moet ik eigenlijk niet eens. Hey, hoe gaat het met je? Toch? Ik ga zo even mijn bek veranderen. Hoezo? Hoe laat is het eigenlijk? Is het warm? Ja. Het is 9:15 en het is nog super lekker weer. Hoe warm is het? 18 graden. Ja, het is wel lekker. Het is niet zo licht. Beetje donker. Oh, maar dit licht is zo lelijk. Ja, we gingen even naar stadhouder. Is het hier rechts? Ja. Ja, we gingen even naar de stadhouder en daar hebben we even wat gedronken. Ik zei allemaal niet meer van, hey, zij laat me los, nee, ja, maar dat het niet begrijp. Jij valt op. Buiten bed moet je me niet schreeuwen. Dat licht, als ik dit doe. Goedemorgen, het is vandaag. Woensdag. En dit is de derde dag dat ik achter elkaar film. Dus ik ben super trots op mezelf. Het is vandaag super lekker weer. Dus ik ga zo meteen naar het strand toe. Samen met Im. Waar ik super veel zin in heb. Maar ik ga eerst even mijn nagels laten doen. Want mijn uitgroei bij mijn nagels is echt super erg. En ja. Dus ik heb even outfit aangedaan. Nog niet heel erg zomervrij. Alleen dat komt omdat ik... Omdat het nog best wel vroeg is, want ik ga om 10:00 mijn nagels laten doen. Maar ik heb wel een shirtje aan van Abercrombie en een grijze broek van de Bershka. En ik heb weer eens een keer een haarband in. Dat had ik vroeger echt super vaak, vroeger een paar maanden geleden. Dus ja, ik ga nu mijn nagels laten doen. Oké, okay, ik heb net mijn nagels laten doen. Volgens mij staat de camera ingezoomd. Maar ik heb ook een beetje tegenzon. En ik heb het in een beetje donkerroze gedaan. Ik zal zo meteen eventjes laten zien. Maar het is zo warm. Ik had een jas aan. Maar dat is echt niet nodig. Dus ik ga nu even snel naar huis. Ga ik me even omkleden. Want ik heb een lange broek aan. En dan ga ik naar Imme toe. En dan gaan we samen naar het strand. Waar ik echt super veel zin in heb. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee. Oké, okay, zoals ik zei ben ik terug van mijn nagels laten doen. En super raar. Maar... ik verwijder dus elke keer opslag van mijn camera. Maar hij raakt niet leger. Dus het staat nu dat hij helemaal vol is. Maar er staan alleen de bestanden op van deze weekvlog. En ik ben pas echt 2 dagen bezig. Dus het slaat echt helemaal nergens op. Dus ik heb geen idee. Ik heb nu even een andere SD-kaart. Hier staat ook niet heel veel ruimte op. Dus ik moet heel even kijken hoe ik dat precies ga doen. Maar ik ga nu in ophalen. Want we gaan naar het strand. En daar heb ik super veel zin in. Ik heb een jurkje aan. Wat van zulke mouwen. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Maar ja, voor deze keer kan het. En ik hoop echt niet dat het te druk is, want we gaan met de auto. En meestal naar het strand is dat echt een ramp. Dus ik ga nu even dit opdrinken en dan ga ik naar iemand toe. Oh, ik heb een drankje. I love the way you lie. Nee,
2 kilometer op de N447. Ik zit in de auto met mijn schatten. En wij gaan nu naar het strand. We gaan naar de Wassenaarse Slag. Jee. Ik heb ook echt lange mouwen aan. Hebben jullie dat ook? Oh, rijden. Doei! Oké, we zijn bij het strand. En we hebben net geparkeerd. En het is echt super rustig. Ik dacht dat het best wel druk zou zijn. Maar het is eigenlijk best wel... Nee, mijn speldje ligt nog in de auto. Ik heb hier. Ik heb een speldje van je, alsjeblieft. Top. Dankjewel, schat. En Emma steekt even een peukje op. Hallo, moeder van Emma. Oké, wij zitten. Maar wat is dit? Oh, dit is de beet of zo. De beet. En wat? Beet, toch? Wat zei je? Ja, weet ik veel. Oké, maar we gaan even lunchen. En ik ben met Imi. Hallo. En het is echt super warm. Die friet hebben ze ook echt niet mooi neergelegd. Ik dacht, dan kan ik echt zo'n mooie foto maken. Nee, dat mag niet. Die berg liggen. Want... Ja, zullen we daar op liggen? Ja, want... we hebben net even... Jezus. En de tossi was echt goor. Wie maakt er hoe ver gaan we nog met lopen? Met speldbrood. Dan? Speldbrood. En er was echt volgens mij. Maar je kan ook tossies maken op oud brood, toch? Net zoals tossie. Zullen maar we daar zat liggen? Ook maar één laag kaasop. Ja, het was heel vies. En er zaten ook heel veel pitten. Er waren heel veel pitten in. Maar voor de rest. Ja, voor de rest was op zich best. Was het binnen te houden. Nou. Ik ben met mijn schatten op het strand. Mag ik ook ergens zitten of ga je al het ding in slag? Ja! Oh. Oké, Oké, dit is de leuke handdoek van Emma. Oh, eigenlijk moest je hem andersom leggen. Ik haat. Heb je meer ruimte? Ja, heb je wel meer ruimte, jongens. Dat heb je wel nodig met je grote reet, hè? Zullen we zo'n fotoshoot doen, net als iedereen dat het in Turkije doet? Ja, dan ga je zo als een aangespoelde walrus daar liggen. Totdat er weet water je, komt. Dat vroegen ze toen ook aan mij. Toen, dan kan je altijd van die shoot. Nu mag het er niet meer in. Zussenvloggie. Wat heb jij in me? Een zus. En Jannie? Wat heb je? Wat? Zijn filmpje. Oh. Wat heb zijn, je? We hebben nog een beetje te veel in de fotoshootmodus. We hebben net een ijs gehaald. Ik heb dit. Dit had ik vroeger altijd met disco dip. En wat gaan we nu doen? Naar de auto. Nee, ik ga naar Mesty. Dame in de zee. Je weet wat? Weet je wat? Snabia. Snabia. Oh ja, dat was het. We drinken en dansen voor de ochtend. Sorry als je het daar is. Am en ik gaan weer sporten! Oké, dit laten we aanstaan. Dit kan ik echt niet meer aan.
Of, Oh mijn god, deze gaan we terug weg luisteren. Ja, tot de terugweg, doei. Oké, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik was vanochtend even de vlog aan het editen, want ik hoef pas straks te werken in de middag. En ik zag dat de vlog al 15 minuten was. En ik heb maar 3 dagen gefilmd. Maar dat komt omdat ik echt... Ik vind het zo leuk om te vloggen, dus ik zit er nu weer helemaal in. Dus ik dacht, dan sluit ik gewoon hierbij deze video af. Want dan kan ik gewoon vandaag weer beginnen. En dan bewerk ik gewoon steeds vaker. En dan komen er ook meer video's online. Dan heb je wel wat minder dagen, maar wel meer video's. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Ik zou het wel heel erg leuk vinden als je even abonneert op mijn kanaal hier beneden. En me even volgt op Instagram. Want ik ben zo de laatste tijd heel erg bezig met Instagram foto's maken. Dus dat zou ik ook super leuk vinden. En dan hoop ik jullie gewoon weer snel bij een andere video te zien. Doei doei!